Het district Brokopondo heeft ook te kampen met wateroverlast. Dit zegt districtscommissaris Ludwig Mendelsohn. We spraken hem in zijn bestuursresort net voor zijn vertrek naar de getroffen gebieden. Mendelsohn zegt dat hij zich persoonlijk wilde oriënteren om een beeld te krijgen van de situatie. Dan kan worden vastgesteld voor wat nodig is om de mensen tegemoet te komen. In dit resort Brownsweg hebben we dorpen hier die vanaf het ontstaan van dit leefgemeenschap te kampen heeft met wateroverlast bij aanhoudende regenbuien. Dat zijn de dorpen Makambi, dorpen als Kaju, Wakibasu en nu op dit moment heb je wel delen die onder water zijn gelopen. Niet echt hoog, maar dat je ziet van dat de goten uit in oeverstreden. Ja, maar ook hebben we het fenomeen van het stuwmeer, van dat daar in het achterland de afgelopen dagen veel heeft geregend en dat het bedrijf Staatsolie genoodzaakt was de spuikkleppen open te gooien. Mendelsohn zegt dat het opengooien van de vierde spuikklep van de Afobakka stuwdam ervoor heeft gezorgd dat kostgrondjes in een aantal dorpen te kampen hadden met wateroverlast. De vierde klep is volgens de hoofdverantwoordelijke van de waterkrachtcentrale voorlopig gesloten. Ook in Kwakkoegrondgebied heb ik nog geen rapportage gehad. Maar als de regen aanhoudt, kunnen we ook die problemen daar krijgen. Maar nu is er nog geen sprake van een alarmerende situatie? Nee, nu nog niet. Ik ga nu zo op het veld, hier in Brownsweg zelf, ik ga mezelf oriënteren samen met de bestuursambtenaren om te kijken naar de situatie, zodat ik het kan doorcommuniceren naar mijn meerdere. Een delegatie van het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft zich georiënteerd in het gebied. Het waterpeil in het Stuwmeer is zeer hoog. De weersvoorspelling voor de komende 5 dagen geeft aan dat er kans is op veel regen.